Welkom bij het voorgerecht van het voorjaarsmenu. We hebben een mooi fris gerecht gemaakt op basis van rettig. Dus wat hebben we? We hebben hier een tartaar van rettig die gemarineerd hebben in miso. Dus de hele rettig schillen we. Smeren we in met miso. Miso is een pasta trouwens van gefermenteerde sojabonen. En dat laten we 24 uur marineren. Eigenlijk krijg je een soort van garing van de rettig daardoor. Hebben we mooie blokjes van gesneden die we als tartaar gaan serveren. Dan hebben we ook nog linten van rettig die we gaan marineren. Met de dressing op basis van rode shiso en een klein beetje sesam. Een gel gemaakt van yuzu, Japanse citrusvrucht. Olie van koriander. En ook een gel van kombu, van gefermenteerd zeewier. Als allerlaatste werken we het af met de krokant van sesam en rijst. En een mooie salade van jonge radijskiemen. Koud gerecht, dus we kunnen meteen aan de slag. Als allereerste knippen we een puntje af van de dressing van rode shiso en sesam. En die doen we op de linten van rettig. We pakken de borden erbij. En verdelen de tartaar van in miso ingelegde rettig over de bodem van het bord. Datzelfde doen we ook bij bord nummer 2. Het hoeft niet aangestampt te worden. Het is juist wel lekker als het zo mooi luchtig er op het bord ligt. Dan hebben we de linten van rettig met de dressing. Het laatste beetje dressing uit het bakje halen. Gel van yuzu, knippen een puntje af, puntje meteen uit de buurt van het eten halen, zodat het niet in je bord terecht kan komen. En daarvan zetten we 5 stipjes verdeeld over het bord. Datzelfde doen we met de kombu. In de gel van kombu zit ook een klein beetje soja en wasabi. Geeft echt een beetje umami aan dit gerecht. Korianderolie laten we mooi door de rettig heen lopen. De krokant van sesam steken we er mooi tussen. Vijf stukjes per bord. Dan als laatste de radijskiemen. Rettig is natuurlijk ook een radijsachtige. Dus dat sluit mooi op elkaar aan. En hier zitten ook wat blaadjes van rode shiso bij. Maak de randen van het bord een klein beetje schoon.
Dankjewel. En dan is dit hem. Het voorgerecht van het vegetarisch voorjaarsmenu. Een salade van rettig, klein beetje rode shiso en sesam. Eet u smakelijk.